Goedenavond. Dank u wel. We beginnen met een korte corona-instructie. Dat moeten alle televisieprogramma's doen van het RIVM. Een paar kleine dingen. Was goed je handen, dat is belangrijk. Als je niest, doe dat in je elleboog. En bewaar een beetje afstand. En dat kan ik misschien wel even een beetje laten zien. Kijk, ik zit bijvoorbeeld, nou, de dichtstbijzijnde persoon is 6 meter verderop. Dat is helemaal goed. Maar wat zij aan het doen zijn, dat is niet zo slim. Dus daar krijg je nou corona van. Snap je? Dus dat is niet handig. Oh, en als je applaudisseert, doe dat alleen met je eigen handjes. Goed, we gaan beginnen met onze vaste rubriek. Zondag met Lubach. Zij liever dan ik. Ja, en vandaag zijn zij Hans Veilbrief en Alexandra van Huffelen. Mogen er alleen maar Dukstadbewoners meedoen? Nee. Deze twee die bestaan echt. Het zijn de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. Zij zijn de opvolgers van Menno Snel. En die liet zo'n ongelofelijke rotzooi achter bij de Belastingdienst. Dat was echt één grote puinhoop dat besloten werd om er vanaf nu 2 mensen op te zetten. Maar dat is natuurlijk nog geen veilbrief om maar een beetje aan te gaan zitten huffelen. Dus zij moeten flink aan de bak. Nou, zij liever dan ik, want ze zijn pas een paar weken geleden ingezworen. Kijk, mocht de koning ook weer eens wat doen, toch? Even. Van Buffelen en Pijlgier, toch? Wat? Nou, succes, jongens. En die nieuwe staatssecretarissen zitten nu alweer in zwaar weer. Hier, zwaar weer. Dat gaat snel, want ze zitten daar net. Maar dat had ermee te maken, de Belastingdienst die bleek te werken met een zwarte lijst van mensen die misschien fraude hadden gepleegd, die daar zonder enig bewijs waren opgezet. Die lijst die was gemaakt onder hun voorgangers, maar toch kregen Veilbrief en Van Huffelen meteen de hele Kamer over zich heen. 2 staatssecretarissen en het lijkt er wel op alsof we nu 2 keer zoveel problemen hebben. We zijn net begonnen met deze 2 nieuwe staatssecretarissen en meteen een paar lijken uit de kast. Een belangrijk voorbeeld daarvan zijn natuurlijk gewoon die zwarte lijst. Wanneer wist u ervan? U beiden? Ja. Wanneer we ervan wisten? Mevrouw, ik heb het wachtwoord van de wifi nog niet eens. Ja. Maar die zwarte lijst, dat is toch walgelijk? Ik heb me nog niet eens voorgesteld, geloof ik. Mijn naam is Hans Veil. Ja, we weten wie je bent, smeerlap. Dus de Kamer is woedend. En staatsrechtelijk klopt dat natuurlijk, want elk schandaal is hun verantwoordelijkheid. Ook al werken ze er pas net. Maar het is wel een rottig begin. Dus wat doe je dan in zo'n eerste debat? Dan kun je zeggen, ja doei, ik werk hier pas net. Of je gaat gewoon helemaal mee, zoals staatssecretaris Veilbrief. We moeten die problemen bestrijden en ik ben het ongelooflijk eens. Ik bedoel, ik maak er handgebaren bij dat dit zo niet kan. Ja, dit kan zo niet. Dit is echt weer een schandaal. Weer problemen. Ik bedoel, ik merk dat ik er nu ook een djembe bij pak. Dat is gewoon, dit kan gewoon niet. Als je dit zo ziet, dan denk je, dit gaan die nieuwe staatssecretarissen niet overleven. Maar de Kamer is ook niet gek. Die gaan ze natuurlijk nooit laten aftreden. Want als je er 1 wegstuurt, komen er dus 2 terug. Dus als je die 2 wegstuurt, komen er 4 terug. Het gaat dan. De nieuwe staatssecretarissen voor Financiën zijn benoemd. Het gaat om Maarten Bultrug, Ulrika van Doffelen, Bok Splijtgier en Ferdinand Grijpschaar. De 4 nieuwe staatssecretarissen voor Financiën zijn afgetreden. De 8 nieuwe staatssecretarissen zijn bekend. Het zijn Stapelswets Uggelbaf, Bargje Tuinmachel, Hanneke Draaimunkels, Drentelborg Tekkerpats, Katrol Ophaaldienst, Molenaar Moefelstans, Ampersand Gambia en Nout Witvis. Tot zover. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal, zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.